Het was even wennen voor correspondent Thomas Erdbrink toen voor het eerst de NRC bij hem in Iran op de mat viel. In een kleurig plasticje werd hij dan bezorgd. NRC Handelsblad stond erop. Nou ja, het staat er altijd op natuurlijk. Maar dan haalde je hem vervolgens uit het plasticje, maakte je hem open. En dan met name als je naar de kunstpagina's ging, waar ja, de blote vrouwen zich meestal bevinden, dan vond je daar inderdaad die stickers aan van de Iraanse knip-en-plakambtenaren van het censuurbureau. Waarom ben je dit nou eigenlijk op een gegeven moment gaan verzamelen? Nou, ik vond het in het begin natuurlijk heel erg grappig, want ik dacht, ik vond het zo aardig ook van die Iraanse censuurdienst, dat ze zoveel moeite deden om het NRC Handelsblad van een buitenlandse correspondent te censureren. En om te voorkomen dat Thomas opgewonden zou raken bij het lezen van NRC Handelsblad en al die decolletjes en die blote benen zou zien. Ja, dat kun je daar maar, denk ik, mooi op zien, hè? Ja, dit is een foto van de ronde van Stiphout, een wielercriterium. Je ziet de ronde mis. Denise van Gerven die wordt afgeleid door Koos Moerenhout. En hier Floyd Landis ziet precies zijn kans schoon om in de décolleté te loeren van Denise. Terwijl Thomas in Iran tegen een blauw vlak aan zit te koekeloeren. Ik denk dat de Iraanse staat dat heel belangrijk vindt. Ze willen een soort islamitisch paradijs op aarde creëren. En voor hun is de samenleving maakbaar. En zij denken dus dat ze door mensen verboden op te leggen en mensen in een bepaalde richting kunnen duwen. Toch gaat het ook nog wel eens mis. Een plakambtenaar op de censuurafdeling die is begonnen met één groot blauw vlak. Had hij nog een klein stukje meer nodig. En je ziet dat het is echt op maat gemaakt, want het is precies boven de schaamstreek is het hier afgeplakt. Alleen er zit één mis erin, want als we hier kijken zien we nog net een bloot piemeltje.